Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie het een en ander uitleggen over de basics van haken. Dus ik laat jullie een paar basisdingen zien. Ik vertel het een en ander over wol, over de materialen die ik gebruik, over de haaknaalden, hoe je de wol het beste beet kunt houden. En ik laat ook zien hoe je begint met haken en wat losse zijn. We beginnen eventjes met haaknaalden. Ik heb hier een paar verschillende gepakt. En je hebt ze van verschillende materialen, verschillende dikte en dergelijke. Deze hier van bamboe, dat is hier 8.0. Dat staat er altijd op. Dan 6 heb ik hier en dat is ook ja, een 6. Die is niet zo heel duidelijk te zien. Ik heb dus een van bamboe. Dit is gewoon een metalen, maar met een... kunststof, ik weet niet precies wat voor soort kunststof, handgreep. En dan eentje die gewoon volledig van plastic is. En ik vind persoonlijk deze net wat prettiger, die met een kunststof handgreep. Want die ja, houden gewoon wat prettiger beet. Als je ze helemaal van metaal hebt, die had mijn moeder altijd, die zijn super koud. Zeker 's winters, die lag bij ons in een kastje en dan bevroren mijn vingers. Maar dat moet jij zelf even uitzoeken wat je het fijnst vindt. De dingen die ik hier heb zijn ook zeg maar helemaal aan jou overgelaten. Wat voor soort schaar je gebruikt kun je natuurlijk zelf weten. En heb ik hier deze naald met een stompe punt. Dus daar kun je niet mee prikken. Die gebruik ik voor het afhechten en wegwerken van draadjes die ik overhoud aan het eind van mijn werk. Hier heb ik dus een sjaal. Hoe kom ik daar nou bij? Een schaar. Die gebruik ik als een sjaal klaar is. En ik heb een paar verschillende soorten wol hier liggen. Om wat over te vertellen. Je hebt heel veel verschillende soorten wol. Ik denk dat ik dat niet uit hoef te leggen. Je hoeft maar een winkel in te lopen. En je ziet ontzettend veel wol. Deze is speciaal voor de zomer. 50 gram, 150 meter. En... ik noem het allemaal wol, maar in principe is dit meer katoen, garen, etc. Op zo'n kaartje hier zo staat meestal hoeveel je ongeveer nodig hebt voor een project. Voor een sjaal staat er bijvoorbeeld wel eens aangegeven als echt wol speciaal daarvoor is. Ik zou zeggen, voor een sjaal heb je meestal 100 tot 200 gram wol nodig. En die lengte, die is natuurlijk afhankelijk van hoe dik de wol is. Op basis daarvan staat ook altijd een advies, hier zo gedrukt, over welke naald je het beste kunt gebruiken. Dus een 4 mm naald, haaknaald, breinaald, maakt niet uit, die kun je het best met deze wol gebruiken. Je kunt natuurlijk ook een andere dikte nemen, als je bijvoorbeeld wil dat het wat strakker of losser gehaakt wordt. En een dikkere wol zou dan natuurlijk ook een dikkere naald nodig hebben. En dit is zoiets dat moet je allemaal gewoon eventjes weten waar het staat. En dan helpt het heel veel om gewoon op het advies af te gaan wat er op zo'n kaartje staat. En deze zoomwol heeft best veel katoen. Die is dus wat dunner. En hier in deze groene zit wat meer wol. Die is wat dikker en deze is bedoeld voor sjaals of mutsen en truien volgens mij niet. Hier staat specifiek op dat je zo'n 120 gram nodig hebt voor een muts. En dat gaat ontzettend snel als je zulke dikke wol hebt als je het gaat haken. Dan heb ik hier nog een andere soort, ik weet niet of ik dit wol mag noemen. Nou, het is 80% katoen, 20% polyester. Dit is een bol wol, ik ga het alsnog gewoon wol noemen. Die speciaal zo is samengesteld om een tas van te maken. 250 gram is 225 meter. En dit is echt puur bedoeld om dan een tas van te maken. In verschillende kleuren. En de handleiding staat hier volgens mij ook bij. Het ziet er heel anders uit wat er nu in de achtergrond ligt dan deze twee. En de vorm van zo'n bol, ja,
Dat zegt weinig. Ik bedoel, van die achterste doen ze dat gewoon omdat dat er leuk uitziet. En dit is meer een soort klassiek vormpje. Zelf haal ik altijd, wat ik nu heb gedaan, de draad uit het midden van de bol. Want dan gaat die niet alle kanten oprollen als ik wat meer draad eruit wil trekken. En bij deze, bij die ronde, kan dat natuurlijk ook. Dat is gewoon wat makkelijker. Dat het er niet iedere keer vandoor gaat als je eraan trekt. Die groen is trouwens 50 gram en dat is 55 meter. Terwijl deze hier daarbij is 50 gram 150 meter. Dus daarin zie je ook weer het verschil tussen hoe dik de wol is terug. Ik ga zo meteen deze eventjes opzij leggen. En dan ga ik met die groene laten zien hoe je begint met haken. Ik ga die ook even opzij leggen, want die leidt mij heel erg af. Ik heb al een stukje van deze groen hier gepakt. En hier staat 6 of 7 aanbevolen voor de dikte van je naald. Ik ga voor 6. En om te beginnen met haken neem ik zo de draad. Die leg ik zo op mijn hand. Dan wikkel ik hem om mijn twee vingers heen. Dan ga ik hier zo tussen wijs en middelvinger. Hier zo heb je dat kruis. En dan ga ik zo de draad tussen mijn vingers doorhalen. Dan haal ik mijn vingers eruit. En dan trek ik de bol zo aan. Nu heb ik nog een best wel grote lus. Ik heb een lang eind en een kort eind. En als ik aan dat lange einde trek, dan wordt dit zo een kleiner lusje. Dus dat begindraadje, dat blijft even lang. Dat hangt daar nu zo. En als ik zover ben, trek hem nog eventjes groot. Dit gebeurt er dus als je aan de begindraad trekt, dan wordt die lus weer groter. Maar als je hem dan zo hebt, kun je gaan beginnen met haken. Neem hem niet al te strak op je naald, want dan wordt het lastig. Ik ga nu zo op deze manier de draad op mijn hand leggen. Dus tussen mijn pink en mijn ringvinger in komt de draad naar boven. En dan wikkel ik hem één keer om mijn wijsvinger heen. Zo kan ik wat meer spanning erop zetten als dat nodig is. Dus het is zeg maar een beetje een controle dingetje. En op deze manier kan ik dan zo de draad waar ik mee werk gaan halen. En nu heb ik dus al een losse gehaakt. Spanning erop. Dan zo de draad halen. En dan heb je een losse gehaakt. Spanning. Zo de draad halen. Er doorheen trekken. En dan heb je weer een losse. Dus hier zo heb je dan die V'tjes. Die hou ik meestal vast, zodat dat niet alle kanten op schiet. En ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Terwijl ik verder ga met haken. Want dat kan dus geen enkele kant op schieten. En de spanning blijft dan een beetje gelijkmatig op alle stukken van het haakwerk. Zo, ik haal hem nog een keer. Ik probeer niet te strak te haken, want anders wordt het ontzettend moeilijk om die draad hier doorheen te halen. En dit ziet er ontzettend makkelijk uit. Toen ik begon was het opeens ontzettend moeilijk. Maar dit is wel iets wat je vrij snel in de vingers kunt krijgen, zo losse haken. De beweging is altijd hetzelfde. Je moet wel opletten dat je dus de spanning op je wol een beetje hetzelfde houdt en geen verdraaiingen erin krijgt. Ik heb nu al een heel stuk gehaakt, zoals je kunt zien. En zo snel gaat dat dus als je losse haakt. Ze zijn in principe de basis van vrijwel ieder haakwerkje. Ja, als je andere technieken gebruikt, dan heb je een ander begin. Maar over het algemeen begin je wel met een paar losse. Bij een magische ring is het een ander verhaal. Maar meestal als ik een sjaal begin, dan zie je wel eerst een paar losse verschijnen.
En dat is denk ik wel genoeg, een hele hoop informatie zo voor één video. En ik hoop dat deze inleiding in het haken jullie helpt. Ik hoop dat jullie hem leuk hebben gevonden. In een volgende video laat ik nog eventjes de andere soorten steken zien. Dus stokjes, halfstokjes, al die zaken. En ik hoop dat je abonneert op dit kanaal, dat je deze video een like geeft, duim omhoog. Als je abonneert op dit kanaal, klik dan op het klokje naast de abonneerbutton, dan zie ik je de volgende keer weer. Tot dan en dag!